Het lijkt een trend te zijn dat meer berichten binnenkomen van gevallen waar politieambtenaren betrokken zijn bij crime-gerelateerde zaken. Er werd gevraagd aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxie, als er al gesprekken zijn gevoerd met de nieuwe KCI en hoe zij deze zaken zullen aanpakken. De vraag over integriteit, een heel belangrijk onderwerp. Laat mij aangeven dat het integriteitsbeleid, de aanscherping daarvan, niet alleen geldt voor het Korps Politie Suriname. Vanuit het ministerie worden er ook stappen ondernomen om de aanscherping ook naar de andere korpsen door te laten werken. Met het Korps Politie Suriname hebben we binnen het Makandra project ook een project geïnitieerd dat ondersteund wordt door de Nederlandse politie. Het integriteitsbeleid van hun kan een heel goed voorbeeld zijn voor het Korps Politie Suriname. Belangrijk is dat je al vanaf het aanwerven en selecteren van politieambtenaren dat kundig geschiet. Wie niet erbij hoort, moet geen toegang krijgen om door te komen. Dat geldt voor alle korpsen. Maar speciaal voor het Korps Suriname. Het is een dienst die met wapens werkt. Wanneer u bijvoorbeeld uittrekt met collega's, moet u zich ook beschermd weten door die collega's. Niet dat u gaat optreden en in een booby trap terechtkomt. Dat moeten we voorkomen. Daarom is het belangrijk om inderdaad voor eigenlijk alle diensten, alle dienstonderdelen van het Korps Politie Suriname, maar meer nog voor gespecialiseerde diensten, zoals de narcotica brigade in dit geval, de drugsbestrijdingsdiensten, de inlichtingendiensten, de diensten belast met financiële criminaliteit, dat we, voordat we mensen toelaten op deze diensten, dat ze gescreend worden. En dat wie niet daar hoort, ook geen toegang krijgt om daar aangesteld te worden. Dan verwijs ik ook weer naar de recente aanhoudingen van een lid van het BID-team. Ook recentelijk een inspecteur van politie aangehouden die bezig was met smokkelpraktijken. Dus al deze zaken zijn ernstige integriteitsissues en die gaan we aanpakken. We letten niet alleen aan de kwantiteit van het korps, maar ook de kwaliteit, omdat een politiedossier dat geïnfecteerd is, zorgt voor verdere desavouering van het gezag van de politie, het gezag van het Openbaar Ministerie. En uiteindelijk ook de rechtspraak. Dus dit gaan we zeker met vaste hand aanpakken.